Goedemiddag, hier ook van het podium vooraan heet ik u welkom. Welkom bij 100 jaar Siebrand Dranken. Het wordt een bijzondere dag. Het is een family company. Fijn dat u hier bent en very special welcome for our international guest also. En natuurlijk, lokale burgemeester wethouder, fijn dat jullie hier zijn op deze voor de familie zo bijzondere dag. Nou, zoals Frank al zei, mijn naam is Alco Ton en ik ben zeer vereerd dat ik hier vanmiddag deze bijzondere dag en avond mag begeleiden. Het wordt een heerlijke culinaire feestavond, maar deze avond heeft ook een aantal bijzondere verrassingen. Een bedrijf wat 100 jaar bestaat betekent natuurlijk een unieke historie. En dat is het hier zeker. U heeft de binnenkomst ervaren in de beleving Zolder, waar 100 jaar Siebrand is uitgetekend. Het is 100 jaar oud. Het is in 1921 opgericht door Jan Willem Siebrand en nu in 2021 geleid door Henny en Fleur Nankman. Henny en Fleur hebben er alles aan gedaan, samen met hun team, om dit tot een geweldig feest te laten zijn. En Henny en Fleur, welkom op jullie eigen feest. Welkom op jullie eigen feest, wat ik al zei. Dankjewel. 100 jaar Siebrand. Wat doet dat met jullie? Ja, heel veel. Het is natuurlijk uniek dat je 100 jaar, dat je met twee families dit bedrijf 100 jaar geleid hebt en alles hebt kunnen realiseren. En dat we hier ook nog zo met z'n allen zitten, met onze medewerkers, en het zo kunnen vieren. Wat hoop je van vandaag, Fleur? Wat hoop je van vanavond? Ja, dat het een prachtige dag wordt. We zijn een week lang bezig geweest met elkaar om dit neer te zetten. En ja, daar zijn we gewoon trots op. En Henny, die 100 jaar Siebrand, hoe kijk je daarop terug? Als een film die langs me heen gaat. Ups en downs, dingen bij, je strategie bijstellen. Tuurlijk gaat er wel eens iets mis, maar je probeert altijd weer succesvol te zijn. En je verzint altijd weer nieuwe dingen, zodat jij toch door kunt gaan met de bedrijfsvoering van Siebrand. En dan hebben ze het vaak over de toverfabriek, het geheim. Fleur, wat is nu echt het geheim van Siebrand? Wat voor onbekenden, wat doe je nou precies hier? Nou ja, eigenlijk hebben we de gehele keten in eigen hand. Hè. Het begint bij de productontwikkeling op het lab, waar wij aan de wensen van de klant eigenlijk een uniek product proberen te maken. En vergisting en bereidingshal hebben we. Dus wij vergisten zelf uit appelsapconcentraat, wat een basis is voor onze, vele van onze producten, de vruchtenwijn. En gaat het eigenlijk naar de gevoelautomatische bottelfabriek. En daar wordt het gebotteld en verpakt. De hele keten hebben jullie in handen? Ja, eigenlijk wel. Ja. Hey, Henny, dan hoor ik jou heel vaak praten over kwaliteit. Hè? Kwaliteit is ons kenmerk, maar hoe bewaak je zoiets nou in dit soort bedrijven? Nou, wij zijn BSC gecertificeerd. Dat is ook een must voor de voedingsmiddelenindustrie. Dat betekent een certificaat wat je krijgt. Dat is het British Retail Consortium heet dat. En daarmee geef je de garantie voor de voedselveiligheid, de kwaliteit die je bewaakt en de traceerbaarheid. Wij werken daar niet alleen mee op papier, maar ook op de werkvloer. Dus al onze processen zijn aangepast aan dit systeem. Kwaliteit, ik zeg altijd, als je kwaliteit niet goed is, kun je maar beter stoppen. Samen een aantal jaren directie, hè, de directie van dit bedrijf. Henny, wat is nu het onderscheidende van Fleur? Nou, Fleur is natuurlijk van een andere generatie.
opgevoed met heel veel zaken, zoals IT, et cetera, waar ik niet heel veel verstand van heb. Geur is een mensenmens en zij kan heel goed prioriteiten stellen, maar ook rationeel beslissingen nemen. We zijn vereerd en trots. We hebben een bijzondere gast in huis. Ik vraag u daverend en groot applaus voor de commissaris van de Koning van provincie Overijssel, de heer Andries Heidema. Goedemiddag. Welkom. Fijn dat u er bent. Ja, beste medewerkers, familie Langman, Nangman in het bijzonder en natuurlijk ook de nazaten van de familie Siebrand. Medewerkers, relaties, belangstellenden. Wat fijn om hier vandaag te zijn en nogmaals gefeliciteerd met het 100-jarig jubileum van Siebrand. Marktleider in vruchtenwijnen, likeuren, siropen en cocktails. Siebrand. Een naam van betekenis, zowel de nationale als de internationale markt. En ik ben echt vereerd om hier vandaag voor u te mogen staan op dit podium en ja, met u dit feest te vieren. Ja, Siebrand, een bedrijf wat eigenlijk altijd voor de wind lijkt te gaan. En misschien ja, ligt die oorzaak ook wel in die storm waarmee het ooit begon. Een desastreuze storm voor de West Alita. Een schip dat in 1921 onderweg is van Amerika naar Hamburg en Bremen. En bij Skielge, Terschelling, schipbreuk leidt. En een lading van onder meer 35.000 vaten wijn en whisky verliest. Een van die vaten wordt opgekocht door een zekere Jan Willem Siebrand uit Grafhorst. Stormachtig gaat hij aan de slag. Reinigt en vult eigenhandig bij de lompenhandel gekochte flessen en de wijn dat platte schepen over de IJssel varen en dat de enorme vaten wijn worden gelost bij kampen. In 40 jaar tijd slaagt Jan Willem erin om vrijwel uit het niets de grootste drankenhandel van Nederland op te bouwen. En dat is ontzettend knap. Vooral omdat het hem lukt om heel Nederland aan de wijn te krijgen. En Jan Willem Siebrand met zijn fiets en een koffertje vol met flessen wijn bij kruideniers langs. Door het hele land. En op steeds meer ja, plekken werd zijn product verkocht. En zo groeit de vraag en moet er ook steeds meer in kampen worden geproduceerd. De ene na de andere uitbreiding van het bedrijf is noodzakelijk. En wat was nou eigenlijk de sleutel van dat succes? Wat was nou die wind in die zeilen? Als je de geschiedenis van dit bedrijf wat nader bekijkt, kom je wel tot één conclusie. De man wist wel hoe die reclame moest maken. De 15-jarig jubileum met het personeel in een vliegtuig boven Nederland gevlogen. Natuurlijk inclusief een rondje kampen. Een fantastische actie, zeker in die tijd. Maar Jan Willem zou Jan Willem niet zijn geweest als hij ook nog een schepje bovenop had gedaan. Want tijdens die vlucht werden er wel een paar honderd reclameballonnen gedropt om de naamsbekendheid van het bedrijf verder te vergroten. Jan Willem dacht graag nog wat verder mee met het wel en wee van gezinnen. En zo kwam in de jaren 50 hij met het Siebrand kerstpakket. Om huishoudens te helpen de kerst op een gezellige, maar ook betaalbare manier door te komen. Want ja, laten we eerlijk zijn, dat was en is nog steeds wel eens een uitdaging. En hij bedacht dus ook een spaarkaart. Zodoende dat de huishoudens al ver voor kerst konden sparen voor een collectie dranken voor pa en ma. En een alcoholvrije siroop voor de kinderen natuurlijk. Een volle spaarkaart van 20 zegels van 50 cent gaf al recht op het Siebrand kerstpakket. Nou ja, Nederlanders, u en ik, we houden van sparen, dus dat liep wel, kan ik me zo voorstellen. Ja, en ook heel mooi is de betrokkenheid van het bedrijf bij de stad. Jan Willem, u weet dat waarschijnlijk wel, was een groot sportliefhebber. Niet zomaar hofleverancier. Dat vraagt een lange geschiedenis, dat vraagt onberispelijk functioneren. In de afgelopen 100 jaar, dat is kritisch onderzocht. U bent daardoor gekomen. En ja, als blijk daarvan wil ik u als eerste heel graag de oorkonde aanreiken. En die ziet er als volgt uit. Zijne Majesteit de Koning heeft bij zijn beschikking van 21 juni 2021 het recht tot het voeren van het koninklijk wapen met toevoeging bij koninklijke beschikking hofleverancier verleend aan Siebrand BV te IJsselmuiden.
Deze mag u met trots op een hele mooie plek ophalen. Van harte gefeliciteerd. En ja, hoor je een bos bloemen? Maar dan toch de bloemen. Ja, toch de bloemen. Mag ik die aan u geven? Alsjeblieft. Ja, en dan zou ik het wel heel erg fijn vinden dat ook nog even de lokale burgemeester erbij komt. Want ja, u voelt hem misschien wel aankomen. Ik heb het net voorgelezen, het dragen, het gebruik maken van het wapen bij koninklijk besluit, hofleverancier. En ik heb begrepen dat er een hele spectaculaire manier is om nog het allerlaatste stapje richting het hofleverancierschap te zetten. En dat gaan we een beetje coronaproof proberen te doen door met z'n vieren op die grote knop te duwen. Of zullen we maar anders doen? Vandaar dan mag ik u vragen om een harde klap op de klop te geven. Nadat we afgeteld hebben van 5 naar 4 naar 3 2 De kroon op het werk, zeg ik heel eerlijk. Letterlijk de kroon op het werk. Ja, kroon op het werk. Heel fijn. Top. Lieve mensen, een daverend applaus, meneer. Goedemiddag, meneer Van der Sluis. Ja, u bent loco-burgemeester geworden, maar u hebt hier een fantastische opening mee mogen maken. Dit bedrijf als Sybrand, dat gehuldigd werd als hofleverancier. Dat moet dus toch een hele eer zijn voor u en voor Kampen. Dat is zeker. Het is natuurlijk een icoon van Kampen. Hè? Iedereen die kent wel Sybrand Kampen. Dus het is een mooi moment. Het bedrijf dat al zo lang bestaat, eerst vanuit de binnenstad, nu op deze locatie. En het blijft gewoon zich ontwikkelen. Nieuwe markt ontdekken. Ook de alcoholvrije markt hebben ze ontdekt. Dus ja, ik denk dat het met recht is, een bedrijf is waar we heel trots op kunnen zijn. Waar heel veel mensen nog steeds hun werk ook vinden. De stad is het ook hartstikke goed. Een hofleverancier in je stad die zoveel bewezen heeft. Goede business heeft. Nou, is met recht. Het is toch ook een uniek, hè, voor zo'n bedrijf als Kampen en Omgeving om dit te mogen in ontvangst te nemen. Ja, zeker. En dat kan alleen maar door je te blijven ontwikkelen volgens mij als bedrijf. Als het bedrijf 50 jaar geleden was stil komen te staan, dan had hij nu niet meer bestaan, denk ik. Dus het vraagt ook wel iets van het management om steeds nieuwe wegen te ontdekken. En wat mij betreft hebben ze dat heel goed gedaan. Graag gedaan. Ja, goedemiddag. Ik heb hier namens staan de commissaris van de Koning. U bent hier vanmiddag gearriveerd om dit prachtige embleem uit te delen als hofleverancier aan de firma Sybrand. Wat een fantastisch bedrijf is. Hoe denkt u hierover en wat zegt u ervan? Nou kijk, ik heb net toen ik het mocht uitreiken een heel kort de geschiedenis van Sybrand proberen samen te vatten. Als een ongelooflijk innovatief, creatief bedrijf die verbonden is met de kampengemeenschap. En die voor zoveel mensen een werkgever is geweest in die 100 jaar. En echt van betekenis is voor Nederland en internationaal. En dat op een hele onberispelijke manier heeft gedaan. Dat ja, het Zijne Majesteit de Koning heeft waagd om Sybrand te onderscheiden als hofleverancier. Dat is echt heel bijzonder hoor. Ja, ik heb hier zelfs 12,5 jaar gewerkt. Vroeger met heer Sybrand zelf. Maar het was altijd al een fantastisch bedrijf. Ik weet niet of u dat ervaart nu, zoals u hier even binnenwandelt. Ik heb natuurlijk goed bestudeerd voordat ik hier kwam. Want je moet ook de koning adviseren of dit inderdaad een hofleverancier is of niet. En daar was ik al heel even onder de indruk. En ik heb net met mevrouw Langman ook nog weer gesproken met de familie Sybrand. En dat bevestigt alleen maar. Hier is bij 100 jaar met passie gewerkt. In een hele nauw verbonden met de kampengemeenschap. En daar ben ik ontzettend trots op. Het is toch fantastisch, hè, dat u van één vaatje wijn dit op kan bouwen. Ja, bij een storm in 1921 overboord geslagen. En met ongelooflijk ondernemerschap en creativiteit uitgegroeid tot dit bedrijf na 100 jaar. Prachtig. We kunnen rustig zeggen, petje af voor die man. Petje af voor die man en al de opvolgers tot en met de familie Langman in de afgelopen 40 jaar. Die met ongelooflijk passie en overgave dit bedrijf hebben gemaakt tot wat het is. Ik ben echt van onder de indruk, ik ben er heel erg trots op. Lieve dames, ja, jullie zijn twee mede-eigenaressen. Ja. Zo mag ik het noemen.
van dit prachtige bedrijf. Hoe lang zijn jullie dat al? 40 jaar ongeveer. 4 jaar is in het bedrijf, maar het is natuurlijk onze dochter. En vanaf 81 hebben wij dit overgenomen. En u doet dat denk ik nog steeds met heel veel plezier en liefde. Dat klopt. Moet u mij eens vertellen, hoe zit eigenlijk het bedrijf in elkaar? Nou, wij hebben de algemene leiding en we hebben natuurlijk de financiële leiding. Maar wij doen ook een stuk commercieel met z'n tweeën. En voor de rest is het aansturen van de productieafdeling, de bereidingsafdeling. Nou ja, ik vul aan waar nodig, voorbereiden en ook wel een stuk intern operationeel en kwaliteit ook een belangrijk stuk. Ik vraag het, want ik heb hier vroeger 12,5 jaar gewerkt. Wanneer dan? Vroeger, voor 10-12 jaar terug. Dan zou ik u toch moeten kennen? Ja, zeker. Ja, ik vind het prachtig. Het natuurlijk, mijn ouders doen het al zo lang, dus daar ben ik trots op. Ik zou jullie niet langer ophouden. Ik wens jullie een smakelijk eten en veel plezier. Ja. Heel veel succes verder met het bedrijf. Ja. Goedemiddag. Goedemiddag. We staan hier tegenover elkaar. En men zal wel zeggen, wie is die jonge meneer? En Mark, die werkt hier. Klopt. Die ken ik nog van vroeger. Ja. Mark, hoe lang werk jij hier al? Op dit moment werk ik hier 45 jaar. 3 weken geleden was ik hier 45 jaar. Nog een feestje gehad? Nee, 45 jaar niet. Hè. 40 jaar wel. 50 jaar haal ik denk ik net niet. En wat is je taak hier op het moment? Op dit moment ben ik productiemanager bij Sibrand. Hoe bevalt het? Bevalt heel goed. Ja hoor. Mooi bedrijf. Is het nog veranderd bij vroeger vergeleken toen we hier waren? Ja, vroeger was alles wat makkelijker. Hè? Produceert maar momenteel nog hier in de productiehal? Ja, op dit moment hebben we eigen merken. En daar is Sibrand ook groot mee. En we bottelen ook voor klanten. Die hebben een eigen etiket van Albert Heijn, voor SuperUnie. Daar valt de Co-op onder en de Boni onder andere. En vroeger hadden wij ook limonades, dat waren de toppers. Is dat nog? Het is nog een topper bij ons. Als je in het ziekenhuis ligt, ik hoop het voor niemand, maar daar kun je onze Sibrand limonade drinken. Tuincentra, oma's limonade. En wat is nou de topper in de wijnen hier op het ogenblik, Mark? De topper was vroeger ook al de vruchtenwijn Pikeurtje. Ja, we hebben onze eigen serie, de Alte Wijn Tradition en de Rosé de Vrie en de rode wijn. Zwak alcoholische drank. Ja, en alcoholvrij. Dus je gaat eigenlijk met de alcoholvrije tijd mee, als het ware? Sibrand gaat met de tijd mee. Ja, klopt. Ja. Mark, jongen, bedankt. En ik wens je veel succes hier. Komt helemaal goed. Oké. Okay. Cleaning your factory with your cupcakes. It's a little secret, just a Robinson's affair. Most of all, you've got to hide it from the kids.